De kinderboerderij, de waterspeeltuin, de bootjes. In heel 2021 heeft nog niemand ervan kunnen genieten in streekpark Kienhoef in het Brabantse Sint-Oederode. Behalve dan misschien Tessa en Nick. Omdat zij de baas kennen, hebben ze vandaag het hele park voor zichzelf. Wel leuk, ook bijzonder, want dit is... Dit kan je niet zomaar. Ja, op zich. Met meerdere mensen lijkt me ook wel leuker om te doen. Dat je dan weer nieuwe vrienden kan maken. Maar met z'n tweeën kan je het wel beter zien. Net zoals de meeste pretparken, dierentuinen, bibliotheken en sportscholen overal in het land... waren ze ook hier alvast goed voorbereid als op 11 mei weer bezoekers mochten komen. Waarvan wij denken dat dat prima mogelijk kan in deze tijd. Of dat ook echt zou kunnen, moest de regering dit weekend beslissen. Nou, niet dus. Volgens hen is het te gevaarlijk. Ziekenhuizen hebben het nog veel te druk en kunnen zelfs bijna geen nieuwe coronapatiënten meer aan. 11 mei komt dus gewoon te vroeg om mensen weer op dit soort plekken toe te laten, zegt de regering. Vervelend voor iedereen die zin had in een uitje. En ook voor bedrijven is het een enorme teleurstelling en een groot probleem. Als ik kijk naar het bedrijf, dan hebben we gewoon enorme schuldenopbouw sinds corona. Een nieuwe datum waarop regels minder streng worden, is nog niet bekendgemaakt.